in Den Bosch bij de derde donker en we zijn hier bezig met het vervangen van drinkwaterleidingen. Die leidingen worden vervangen omdat ze kwalitatief slechter zijn en willen in de toekomst ook voorkomen dat er te veel lekkage op gaat treden. We staan hier op het derde donk en we staan hier tevens op het derde honk in onze samenwerking met Brabant Water om aan te tonen dat het vervangen van waterleiding op een hele andere manier kan als dat traditioneel de gewoonte is. De normale gang van zaken bij het vervangen van leidingen, met name waterleidingen, is zo dat wij een sleuf graven. Dan gaan we de oude leiding eruit halen. Die pakken we afhankelijk van het type materiaal wat eruit gaat. Als bestement pakken we hem gelijk in. En vervolgens komt de nieuwe leiding in de lengte van 10 meter of korter, afhankelijk van de situatie, wordt er ingelegd. Kijk je naar deze situatie, dan hebben we een prefab leiding waar op voorhand al de aansluitingen aangebracht zijn. En waar we hele lengtes van 30, 40, 50 meter of meer in één keer erin kunnen trekken. Dat betekent dat we sneller kunnen werken en daardoor ook minder overlast voor de omgeving veroorzaken. Nou, je kan het zien achter me. Je ziet natuurlijk altijd dat de sleuven open ligt. Mensen kunnen niet makkelijk van de straat hun huis binnen. Dus het is van belang om dat openliggen van die sleuven zo kort mogelijk te houden. Mensen slepen zand mee naar binnen aan hun schoenen. En mensen hebben geen water. De oude leiding is eruit, de nieuwe leiding ligt er nog niet in. Dus de periode dat de mensen geen water hebben, willen we natuurlijk zo kort mogelijk houden. En we kunnen, als het goed is, zeg maar tot 100 meter per dag. En ik hoor net dat het zelfs misschien nog iets meer zou kunnen zijn, leggen. Terwijl wij traditioneel maximaal 50 meter zouden kunnen. Waar normaal gezien de bewoners toch wel 10 dagen of langer in de werkzaamheden zouden zitten, wordt dat in dit geval tot enkele dagen beperkt. En in sneltreinvaart worden deze woningen opnieuw van een waterleiding voorzien. Ik heb er in principe weinig last van gehad. Ze werkte snel, ze werkte netjes. Het parkeerprobleem was er eventjes, anderhalve dag, meer niet. Nou ja, je gaat van de ouderwetse manier uit. En ja, dan denk je, oh god, dat gaat heel lang duren. En ja, dit was mooi om te zien en het ging heel snel. Ja, dat ding waar die buizen op zaten gerold. En ik had zoiets nog nooit gezien in ieder geval. Ik ben daar echt heel tevreden. Ik kan het iedereen aanraden als het zou moeten gebeuren. We zijn goed voorgelegd, dus. En we hebben weer schoon water, hè. Dat is nou wel belangrijk. Innovatie is ook voor Brabant Water heel belangrijk. We zijn nu gestart met een grootschalig project om de distributieleidingen in Brabant te vervangen. Dat betekent dat we heel veel werk moeten doen de komende jaren. Dat betekent ook dat we heel veel moeten versnellen. De wereld verandert snel. De eisen van de klant veranderen heel snel. Dus dat betekent dat methoden die we gisteren nog toepassen, morgen waarschijnlijk niet meer optimaal zijn. Dus we zijn voortdurend bezig met zoeken naar betere werkwijzen. We realiseren ons dat hier ook voor Brabant Water, net als voor vele andere waterleidingbedrijven, een hele grote uitdaging ligt om op dit ogenblik de systemen voor de toekomst uit te rollen. En die systemen voor de toekomst, die moeten gaan voldoen aan de eisen zoals we die in de toekomst ook gaan stellen. Bij dit soort projecten, want we staan natuurlijk in de kinderschoenen, gaat het vooral over co-creatie. Het gaat erom waar kunnen we elkaar helpen om tot een goed proces te komen. Onze kennis met betrekking tot leidingnetten beperkt te zich tot nu toe, met name op het gebied van warmteleiding. Totdat we hebben gezien dat we een aantal van die lessen die we daar hebben geleerd ook konden omzetten naar waterleidingssystemen. Desondanks heeft waterleiding, drinkwater, heeft een heleboel extra dimensies. Daar hebben wij geen verstand van. Brabant Water heeft daar natuurlijk heel veel verstand van. We zijn natuurlijk zelf vaklui op het gebied van water maken en water distribueren. Maar je ziet dat in de wereld altijd andere vaklui aanwezig zijn met andere delen van het proces die daar een hele goede bijdrage aan kunnen leveren. Tegelijkertijd is het gewoon heel erg belangrijk dat in verband met ook zaken als planning en uitvoering, dat we inderdaad zaken heel goed op elkaar kunnen afstemmen. Dat geldt voor de samenwerking tussen Brabant Water en Thermaflex, maar ook voor de samenwerking met de aannemer. Brabant Water is natuurlijk voor ons al een partij waar we al zo lang mee samenwerken, bijna als ons bedrijf bestaat, hè, in meer of mindere mate. Thermaflex is voor ons inderdaad een nieuw bedrijf, maar je merkt wel dat de culturen naadloos op elkaar aanpassen. We doen dit niet allemaal voor onszelf.
Nee, we doen dit ook voor de generaties die na ons komen. We doen het niet alleen voor deze bewoners, we doen het ook voor hun kinderen en hun kleinkinderen. En als het een beetje mee zit, ook nog hun achter- en achter-achterkleinkinderen. Iedereen die ik spreek hier in de stad is razend enthousiast. En nou helpt het ook, het weer is ook mooi, dus dat scheelt ook. Maar iedereen is heel enthousiast en vooral ook de mensen die met het werk bezig zijn, is heel enthousiast. Dus dat maakt mij ook heel enthousiast. Dus ik denk van nou, dat gebeuren goede dingen hier in de straat.